watch for the cyclones. En ga daar vertrekken. Alles in de tas. Zit alles in de tas. Ja, dat is alles. Oké, het is kort voor vier en we zijn compleet. Kijk, Sharona is nog dronken. En Stamoe zit achterin, Daphne zit nog even op de telefoon, die is echt net wakker. Terwijl hij voor de deur stond en we wakker moeten bellen. En we moeten 440 kilometer rijden. 440 kilometer rijden. En oh, Esther gaan we mooi slapen. High five. Kom aan. Yeah. Ja. Volgens de TomTom komen we eraan om 8 uur 's ochtends. Maar ik ben bang voor file, dus. En broodje eten. En broodje in je tonden. Sorry, mijn tonden. Eerst pitstop en nog 2 uur te gaan. Sharona stinkt naar alcohol. Hou op. Daphne die is zich alweer aan het volvreten, net als ik. En Ashje die doet gezellig mee, hè, Knol? Ja, we moeten de 3 omhoog. Wat doe jij jouw DS even? Gal met de wind alsjeblieft. Oh, je moet gewoon met de koffer sjouwen. Nee, je moet met de lift. Nee, hun willen lopen, want ze zijn bang dat ze vast komen te zitten. Ja, ik wou. Zoek naar ons hotel. Dat is onze navigatie. Het heeft wel een kater. Dus, maar hij werkt prima. Alles goed? Ja. Oké. Oké, we zijn semi-fresh. Onze kamers waren nog niet klaar. Dus wat hebben we gedaan? We moesten naar de 6e verdieping met de trap, want wij vertrouwden zelf de lift niet. En toen hebben we gewoon in de gang omgekeken. Baas. Sexy ladies. Dat is de Moa. Ah, sexy lady. Ah. We gaan nu naar de Notre Dame en daar gaan we even lekker ontbijten. Heerlijk ontbijtje. Een hele pot met jam. Hallo, laat mij ook even in beeld, hè. Waar zitten we nu? In Parijs. En waar zitten we? In Parijs. De Notre Dame. Dat is ons uitzicht. Als jullie heel erg goed kijken, dan is dat de kerk van de film De Klokkenluider van Notre Dame. Ja. Cool, hè. Zijn we lekker in het zonnetje lekker aan het ontbijten. Klokken luiden van Notre Dame niet. Ah, dat is een beetje film, hè? Wend er maar aan, jongens. Het brood is wel taai, hoor. Is lekker? Maar wel taai. Taai? Hij is nog warm, komt net uit de oven. Ja, maar helemaal dus... Volgens mij is het niet opgewarmd. Warm. Het is echt taai. Hij zit gewoon naar de zon te kijken. Mooie kerk, denk ik. Voor 2 euro. Wauw. Kan ik zien? Ja, die kerk. Nadat we 6 jaar hebben gedaan om uit de metro te komen, hebben we een vlaggetje gekregen. Want blijkbaar is het een nationale feestdag in Frankrijk, wat we niet wisten. En als je daar een beetje naar achter kijkt, staat overal staan militairen en dingetjes. En ja, dus wij proberen nu naar Champs-Élysées te gaan. Maar alles is afgesloten. De wegen rondom Arc de Triomphe. Dus ja, we moeten kijken hoe we daar gaan komen. Hey, wij willen alleen maar dansen. Mag leiden, jongen, dat ze vanaf morgen vliegen. De Nationale Feestdag wordt dus gevierd met heel veel vuurwerk en vliegtuigen. Dus ik moet het even filmen, hè, Es. Ja. Oh, hoor ik iets aankomen? Het is echt tyfus druk. Volgens mij wel. Ja. En echt super laag ook. Echt super laag. En het is ook gewoon echt. Het is echt chaos hier. Wij zijn nu onderweg naar Eiffeltoren. Hij wilde zo graag de Eiffeltoren zien. En bij Champs-Élysées is het nu zo druk. Dus we gaan vanavond daar terug voor Laudoree. En nu gaan we dus eerst naar de Eiffeltoren toe. Gaan we daar kijken hoe en wat. Ja. Ja. Ik ben ook echt moe. Het is wel lekker. Het is eigenlijk wel heel erg lekker, maar met die drukte was het echt niet te doen. Rijdt karikatuur van Estemoa.
Ik ben benieuwd. Gaan we die thuis ophangen? Ja. Ja, hè? Oh, dat is, hij is wel vet. Leuk, hè? Ja. Recht kijken. Recht kijken. Super cool, Es. Je haalt het wel echt uit, hè? Mooi. Vind je hem vet? Oké, we zijn nu op de hotelkamer. Het is echt heel mini. Mini. Het is het bed. Liggen we lekker samen in een S. Ja. En het is allemaal heel klein, maar we hebben dus wel een heel leuk balkon. Nu zijn we over het balkon, hè? Kijk eens. En dan kunnen we hier heel leuk staan. En dan hebben we een soort van uitzicht. Wow. Niet op heel veel, maar wel uitzicht. Is dit leuk? Ja. Vet, hè? Ja, dus we hebben eigenlijk al een... Ja, een half dag erop zitten. Het is nu 2 uur. En, nee, 2 uur 's middags. Maar we gaan zo wel heel even nog een dutje doen. Want we waren echt heel moe. We zijn heel de dag onderweg, hè, jongen. Yep. We hebben ook pas nu net ingecheckt. En nee, denk maar niet met de fietsauto. We zijn gewoon met lopen. Lopen. Ja, en we hebben dus ook een hele kleine badkamer. Ik zal het even laten zien. Douche, heel simpel. Dit hadden we eigenlijk ook niet echt verwacht. En we dachten wel dat het groter zou zijn. Ja. Maar is niet erg. Het is leuk. Genoeg voor 1 nachtje en voor ons. En vooral het balkonnetje gaan we daar lekker van genieten, denk ik. Wat gaan we daar doen? Even op het balkonnetje chillen. Oeh, ja. We gaan nu in ieder geval een beetje uitrusten, jongen. En even douchen. Ik mag eerst douchen. Ja. En de kleinste. En ik ga dat niet doen. En dan gaan we daarna gaan we even eten. En dan gaan we terug naar Champs-Élysées. Want net was het echt niet te doen. Missie zoek een restaurant is begonnen. En we willen pizza. Volgens mij is dat hier, hoor. Oké, dames en heren. We zitten nu op het terrasje bij. Oh, wel kunnen doen. Het restaurant is bij de Cité, weet je wel. Waar we net eigenlijk in willen. Dus we daar opstappen. En we stappen 1,5 terug uit bij Chatlet. Ja. Dan kun je wel die hele pakken. Ja, maar kan dan. Zeg dan witte. Chatlet. Ja, maar dan kunnen we ook hier opstappen, hè? Saint-Michel, hè? Kijk, dat is dezelfde lijn. Wacht dan. Chatlet, ja, daar kun je naar 1. Wel D3 Chatlet, hè? Dus, zij zit dan wel te laat. Dan kunnen we hier ook op stappen. Daar is wel appelsap. Hoeveel meters hebben we al gezien vandaag? Ik heb al niet veel. 30. Zoiets, hè? Veel te veel. Veel te veel. S, vind je nog leuk de metro? Of vind je het nou saai worden? Ja, maar ik moet hier zitten. En als je in Parijs bent, dan moet je natuurlijk naar de winkel. Van. No video. Concentra. Fuck you, want je kut macaron. Stik erin. We hebben 30 metro's gepakt. We zijn al 3 keer de Champs-Élysées rondgelopen. En allemaal dat voor Laudere. En hun dachten allemaal dat het een winkelcentrum was. Zo heb ik ze blijkbaar meegekregen. Maar. Laudree is gewoon macarons. Hij loopt niet alleen als je alleen al binnen kijkt, joh. Kom eens. Laudree, dit is gewoon een winkel, hè? Moet je even beseffen. Kijk de taartjes. Nou, ik ga hier af en toe. Ja, dat is hier naar boven. Oh my god! Ik ga daar wel even naar het toilet. Ga je daar ook macarons kopen? Waarom niet? Omdat ik er 4 nodig heb, per kies. En ze zijn 2 tien per stuk. Ja, ik hou een happy meal. En je hebt zoveel macarons. En taartjes voor 7 euro.
Nee, een gebakje voor 7 euro en een taart voor 25 euro. Dat is geen geld toch? Nee? Voor niks. Vind dat niet, vind dat goedkoop, jong. Ja. Deze gebakjes zijn zo overheerlijk. Overheerlijk? Overheerlijk. Maar de prijs is ook echt overheerlijk. Kijk eens. We gaan naar het toilet. Ik vind het zo bizar. Ja. Het toilet is die kant op. Ik wil thuis ook zo'n wc. Het uitzicht. Zou ik dit even door lekker de kiet in gooien? Kiekeboe. Hoi. Nou, yep. De dag zit erop. Ja. Hoe vond je het? Leuk, vooral portret en ja. Ik vind het leuk. Alleen het enige wat ik niet leuk vond, vond ik kramp in mijn knie. Oh, ja, van al dat gelopen. De prijs is veel lopen. En we hadden een auto. Ja, maar we kunnen niet overal met de auto naartoe. Maar morgen gaan we naar huis toe. En maandag tot en met vrijdag gaat Estemol alleen maar kiepen. 5 volle dagen. Kiepen. En daarna nemen we jullie mee naar een buitenland. We gaan nog niet verklappen waar naartoe. Ja, klappen vast, het is buiten. Buitenland, naar onze tweede vakantie. Dit was meer een citytripje, want het was maar één weekendje. Eén dag. Een weekend. Vrijdag, zaterdag. En volgende week is het een beetje vakantie. En zal ik je wat vertellen? Zie je deze like button? Zorg dat je het keihard goed aanklikt. En zien jullie bij de volgende vakantie. Ja, nu gaan we slapen. Of Estemol gaat eerst nog lekker in bad. En dan gaan we slapen. Dus doei allemaal! En zorg dat je deze like button hier zo keihard vuist geeft. Dab. Nou, ik ga me alvast uitkleden. Oké. Doei.